Waar ik met deze video over hardlopen. Ik kreeg een vraag van Dirk. En ik denk ik geef het antwoord maar gewoon hier in de video. Dan heeft niet alleen Dirk er misschien iets aan, maar ook jij. En nou, laten we maar gewoon meteen de vraag stellen. En als jij nou, want Dirk heeft een vraag over zijn ademhaling. Als jij nou ooit last hebt gehad van je ademhaling, of je hebt op dit moment last van je ademhaling en je hebt een goede tip voor Dirk. Dan zou ik zeggen, laat het vooral weten onder deze video. Want ik heb nooit echt last van mijn ademhaling gehad, zeg ik al meteen. Ik ben ook geen dokter of arts. Dat is een kleine disclaimer van tevoren. Want ja, ik zeg alleen wat ik kan vertellen uit mijn ervaring als hardloper en als duursporter, maar meer ook niet. Maar de vraag van Dirk: na 2 maanden van trainen met schema, nog steeds last van de ademhaling. Het voelt alsof ik een molensteen op mijn borst heb liggen. Alsof die op mijn borst drukt. Ik heb geprobeerd te tellen naar zoveel stappen inademen, naar zoveel uitademen. Voor mij werd dit moeilijk gezien. Ik ben nog hard op de focus en de gevaar loop buiten adem te komen en dreig te gaan hyperventileren. Wat doe ik verkeerd is zijn vraag. En of hoe dien ik dit verder aan te pakken? Bedankt alvast voor de tips. Nou, ik zal eerst proberen wat tips te geven. Ik heb dus nooit last van mijn ademhaling gehad. Maar ik merk wel dat de ene keer de ademhaling makkelijker gaat dan de andere keer. En het heeft een beetje te maken met vooral met hardlopen. Als ik heel rustig een rustige duurloop doe, dan neem ik uit mezelf een andere ademhaling aan. Dan wanneer ik heel intensief bijvoorbeeld een wedstrijd loop en die echt op tijd wil lopen. Ik merk gewoon dat ik ademhaal altijd in gedurende de stappen. Dus als je hardloop stappen zet, dan de ene keer dan is het in- en uitademen doe ik in 4 stappen. En de andere keer doe ik het in minder stappen, dus 3 of 2. En dan merk ik gewoon aan mezelf dat ik op een andere manier ga in- en uitademen. En ik merk heel vaak dat ik, wat ik vroeger heb geleerd, dat was al echt op het voetballen, is als je inademt door een grote mond en uitademen door een kleine mond. En dat doe ik eigenlijk nog steeds en dat bevalt mij heel goed. Dus ik weet niet of je dat al doet, maar je zou het eens kunnen testen. Hyperventileren heb je het over. Ik heb al een vriend van vroeger. Die last had van hyperventileren, maar dat heb ik zelf niet. Het klinkt voor mij als redelijk ernstig, dus ik zou er zeker mee naar de huisarts gaan. Want ja, de gezondheid is toch verreweg het belangrijkste. En dus dat sowieso. Het gevaar om buiten adem te komen, dat is denk ik op zich logisch. Want ja, vooral als je begint met hardlopen of je bent erg aan het opbouwen met hardlopen, natuurlijk krijg je dan last van je ademhaling en dan ben je af en toe buiten adem. Dus dat vind ik nog niet zo heel. Heel spannend en ja, als dat af en toe gebeurt, nou ja, het hoort er denk ik toch een beetje bij het trainen, want je kan wel perfect op een schema lopen en proberen niet helemaal kapot te lopen, maar af en toe dan ja, dan heb je het gewoon even moeilijker dan andere keren, dus dan heb je daar gewoon last van. Wat doe ik verkeerd? Nou, het is dus heel moeilijk om te zien vanaf hier en alleen met deze vraag van wat je verkeerd doet. Wat ik zou doen is, allereerst de tips van net met de manier waarop je ademt, om daarmee wat te doen. Michiel heeft er wat gezegd in het hardloopprogramma wat we hebben op 5kmhardlopen.nl. En het buiten adem komen, nou, daar zou ik dus niet zo over in zitten. Het hyperventileren wel, dat is wel erg belangrijk, want ja, het moet natuurlijk wel gezond blijven. Dus wat ik zou doen is, naar die tips van net, de huisarts zou ik. Toch eventjes langs gaan om die te vragen daarna. En als die, ja, die zal best wel een paar tips hebben, maar misschien is het nog wel het handigste als je toch, misschien zit je bij een hardloopclub, om gewoon een hardlooptrainer gewoon te kijken of naast jou te laten lopen bij het hardlopen. En gewoon, die kan misschien zien wat je niet goed doet. Misschien loop je bijvoorbeeld heel erg voorover gebogen, zodat je longen niet helemaal vrij kunnen. Niet lekker vrij zitten. Het zijn hele kleine dingen die dat beïnvloeden. En dat zou ik doen. Dus die 3 stappen zou ik daarvoor pakken. Nou, andere mensen die dit zien, of je hebt zelf last van ademhalen en je hebt een tip, laat hem hieronder achter.